Oké, okay, ik zal jullie eens even de vloer laten zien. Want die is natuurlijk ook geplaatst, wat ik al 10 keer heb gezegd. Maar nou ja, bij deze de vloer. Er ligt nog wel gedeeltelijk stukloper, omdat de keukenspullen daarop worden geplaatst. Want dan is het gewoon zonde dat je dat beschadigt natuurlijk. Dus bij deze hier de vloer. Ja, er zit hier echt zo'n heel raar beest. Ik zal eens even kijken wat het is. Oké, dit is het blad voor de keuken en morgen snij je dit er nog uit. En de rest film ik zo eventjes. Hoi, ze zijn vandaag bezig geweest aan de keuken. En ik ga jullie even laten zien hoe ver ze dus nu zijn gekomen. Hoi, en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvlog. Ik ben nu nog in Zeeland. Ik ga nu naar Brabant, dus ik ga zo rijden. De meneer van de plinten, die is nu, of tenminste de meneer van de vloer, die is nu de plinten aan het leggen, plakken. Geen idee hoe dat werkt, maar die is er nu aan het plaatsen in ieder geval. En de container komt er zo aan, zodat we heel de achtertuin kunnen legen. Dus dat, ja, het wordt vandaag een hele drukke dag, want de bank en de keuken wordt ook geleverd. Dus ik ga nu snel naar Brabant en dan zie ik jullie daar zo. Komt onze container aan. We gaan even de tuin helemaal leeg halen. We gaan hem hier proberen neer te zetten. We gaan hem toch niet hier neerzetten. Maar hij komt hierop. Op de... Kijk, nu ziet de tuin er nog zo uit. Hij gaat er allemaal in de container. En zien jullie straks hoe leeg het dan is. Nou, de tuin is bijna leeg. Wat? Oh. Onze harde werkers. Mooie schutting, hè? Nee, eerst er binnen. Huh? Eerst er bijna. Goed bezig. Zo, we zijn weer in het huis in Brabant. En ze zijn flink bezig met de tuin. Ik ben ook alweer aan het helpen met scheppen van puin in de emmers. En mijn vader is verder gegaan met slopen van de schuur. Lektie! Ja, maar een lege nummer. Nou, die hebben we net gevuld, maar die zou ik zo even legen. Kijk. Dus dat kan zo meteen ook gelijk allemaal mee. Dit is allemaal weer nieuw. En dat raam, heb je dat ook wel? Welk raam? Dat is een nieuwe bijzicht. Ja, we hebben een nieuw raam, maar ja, dat was enkel glas. Ja. Want dat had ook niet zoveel zin. Dus ja. En de vloer ligt erin, plus de plinten. Ik zal het straks even op het gemakje filmen als we een eindje klaar zijn. En ik zal ze eventjes via de voren. Kijk, daar zijn ze hoor. En we hebben zo'n bak gehuurd. Maar ja, hij zit al flink vol, zoals jullie zien. Ja, hij zit hier vol, hè? Kijk hoe vol die zit. En we zijn nog niet klaar. Nee, we moeten nog heel veel. Dus we gaan weer gelijk aan de slag. Let's go. Kijk, de tuin is al een eind leeg. Dit gaat de volgende keer mee. Nu zijn we even de druivenplantstak weg. Ja, daar kunnen we wel op die plaats in de vlinderstruik. Die heb ik wel al gekocht, hè, zo'n vlinderstruik. Kijk. Die kant op? Ja. Die gaat langs. Je zit er niet meer die elektrokabel. Hij is los. Ja. Kijk dat je niet in je gezicht krijgt. Jeetje, dit lijkt een hele bevalling. Kijk uit voor die plant, hè? Ja joh, even lekker op met die plant! Nee, nee, trek hem dan aan de andere kant. Wat schat je? Kom aan, Anton. Hier zo. Wat ben je nou aan het doen? Ga je koffie drinken? Ben je nou het onkruid aan het weghalen, Max? Ja, maar jij doet het niet. Nee. Dat klopt. Daar zijn mannen voor. Ons containertje is helemaal gevuld.
En die wordt vandaag weer opgehaald. Echt heel, die tuin is nu leeg. Of ja, bijna leeg. Je deed bijna je kontje aan, Max. Ja. Oké, ik zal jullie eens even de vloer laten zien. Want die is natuurlijk ook geplaatst, wat ik al 10 keer heb gezegd. Maar nou ja, bij deze de vloer. Er ligt nog wel gedeeltelijk stukloper, omdat de keukenspullen daarop worden geplaatst. Want dan is het gewoon zonde dat je dat beschadigt natuurlijk. Dus bij deze hier de vloer. Het is gewoon een witte streep van viezigheid. Dus dat moeten we nog even schoonmaken. En dit gaat ook nog weg. Stukloper. Maar dit is onze vissengraatsvloer. Ik ben er heel blij mee. Hij is mooi gelegd. Gelukkig maar. Moest er ook nog bij komen. En hier komt straks de keuken. Of tenminste morgen dan. Want straks komen de spullen. Straks komen ze spullen brengen en laten we dat hier op die stukloper zetten. En dan, kunnen ze het morgen vroeg gaan plaatsen. Ja, er zit hier echt zo'n heel raar beest. Ik zal eens even kijken wat het is. Wat is dit? Wat? Is het geen naakslak? Of een drol? Ik weet het. Heel. Het is een rattenkeut. Ja, doei. Wat is het? Ik weet niet, een slakje. Die is helemaal opgedroogd. Ja. Oké, die is ook weer weg. De plinten moeten nog gekit worden. En dan is de afwerking echt helemaal mooi. Zo, we zijn even lekker buiten. Aan de voorkant zijn we even lekker de stoep aan het schoonmaken. Ja, het scheelt wel, moet je zien hoeveel onkruid ik er alweer uit heb. Je bent gehaald. Goed bezig. Anton, niet slapen, hè? Anton is moe van de container inlaaien. Ja, oh, de bank is dus ook binnen. En we hebben dopjes erbij gekregen. En we laten ze nog heel even ingepakt, de stukken bank. Want ja, Job moet nog aan de andere kant stopcontact doen en de plinten moeten nog gekit worden. En ja, op zich, ja, dat kunnen we nog even verplaatsen, zeg maar. Maar in ieder geval, de bank is binnen. En als we ze uitpakken, dan kunnen we gelijk kijken of het allemaal goed is. Maar tot nu toe gaat die passen. Het is wel een flinke bank, maar oh, heerlijk, hè. Zo'n grote bank, lekker loungen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, dit is. Dit wordt wat. Ze staan al volgens mij gewoon op de goede plek zo, zie je? Dit is zo'n heel lang stuk. En dan daar zo. Een hoekje. En dan hier zo. Ja, en zo niet, dan kunnen we het altijd nog even puzzelen. Maar, nou, helemaal top. En dan hebben we, kunnen we ook al gelijk zien wat voor ruimte je overhoudt voor de eetkamer. Want tot hier komt dat schiereiland. Dat is wel groter wat je nu hier zo ziet, maar dat wordt groter, zeg maar. Tot misschien wel, nee, ietsjes achter die lijn nog. Maar hier komen alle spullen voor de keuken zo meteen. En uiteindelijk hier ook de eetkamertafel. Maar dat wordt het volgende project van later. Dat komt wel om. In ieder geval. Maar in ieder geval, de bank is binnen. Of die goed is, weten we nog niet. Want dat moeten we nog even zien als we hem uit hebben gepakt. Maar ja, dat komt wel goed. Zo, ze komen de container ophalen hoor, jongens. Even draaien. Daar gaat hij. Papa doet nog even snel wat erin. Even puin erin gooien.
weer trouwens, jongens. Echt waar. En volgens mij is het 23 graden of zo. Ja, goede informatie om even hierdoor te zeggen. Het zou nu echt dikke content zijn als hij als nu zeg maar om zou vallen. Maar hopen van niet, anders moeten we weer opruimen. Oh. Nou, daar staat hij weer. En dan gaat hij nu zo net overheen. Nou, daar gaat hij. Mooi afgedekt. Weer meegenomen. Al het puin weg. Kijk. Oh. Netjes hoor, super. Top, top, top. En de keuken wordt nu ook geleverd. Het is helemaal timing. Maar net werd dit weggebracht en nu komt de keuken. Dus let's go. Oké, dit is het blad voor de keuken. En morgen snijden ze dit er nog uit. En de rest film ik zo eventjes. Nou, en dit is de kant bij de muur. Ja. De spoelbak zit er al in. Ziet er ook mooi uit hoor. Ja, ja, het is natuurlijk, dan moet nog schoongemaakt worden denk ik. Max is het chillings aan het houden. En het wordt helemaal leeg. Het is niet helemaal leeg. Nou, Max is even dus het dak aan het redden, want alles is naar binnen aan het groeien. Dus zoals je ziet wordt dit heel goed onderhouden natuurlijk. Maar dus Max doet het even zelf even onderhouden. Want de klimop groeide al soort van naar binnen bij ons in de schuur. En dat willen we niet. Hi, de Britjes. Nou, we zitten lekker frietjes te eten. Ja. En nu? Lekker edel. Die zaak kan je even doen. Max. Genie, hè? Nou. Nee, dat Genie. Ik zal je wel even helpen. Help even, je hebt mij omgeduwd. Pas op, want straks zolder is kapot. Zit hij weer hoor, hè? Ja, die slang niet kapot. Hè? Ja, hun doen het allemaal zo raar. Max gaat het schuurtje het dak afspuiten. En hij heeft dit gedeelte al redelijk weer allemaal zooi. Weg snoeit. Ja, doei. Net of dat dit allemaal mijn schuld is. Mijn vader heeft dit trouwens ook nog even omgeploegd. Dan ziet het er ook even een stuk beter uit. Gespit. Oh, gespit. Ik zal jullie eens eventjes de bank laten zien, want hij is uitge... Jawel, die is wel goed. Maar we hebben hem even uitgepakt om te kijken of de kleur klopt. En hij klopt. En in de showroom ziet hij er natuurlijk heel anders uit. Want hier zo is hij nog veel strakker en niemand heeft hier nog op gezeten. Dus Max zei al van ja, maar het is niet goed en de kleur is niet goed. En ik zeg ja, maar natuurlijk wel. Want weet je wat het is in een showroom? Dan gaan er 30.000 mensen op zitten. En dan wordt hij ook fluffier. Maar ja, je ziet zeg maar... Kijk. Dat effect van dat fluffy. Of ja, noem je dat fel... Ja, ik weet niet hoe je dat noemt eigenlijk. Maar... En hij zit natuurlijk veel harder. Maar dat is logisch, want de bank is nieuw. En die moet nog... ingezeten worden. Om dat weer lekker fluffy te maken. Lekker... Dat je het lekker doorzakt. Want ja, in de showroom dan zak je lekker door. Maar ja, als je bijvoorbeeld na een paar maanden dan ga je er steeds in zitten. Waardoor de bank dus lekker fluffy wordt. Om even zo te zeggen.
dat je lekker doorzakt in ieder geval. Maar nou, dit is het eerste gedeelte. Echt heel blij mee. Ziet er echt goed uit. Ja. Lijkt nu bijna leer zo. Maar het is het niet hoor. Het is echt stof. Ik ben ook wel heel benieuwd. En hier staat de rest. En ze hebben ook de keuken geleverd. Echt zoveel staat hier, hè. Hier ook, hè. Ik weet niet. Het lijkt of dat wij een keuken hebben gekocht voor een of andere boerderij. Maar het gaat passen, hoop ik. En hier zo heb je de spoelbak. Dat komt aan de andere kant. Dat komt daar zo. En daarachter staat het grote blad. En dat komt natuurlijk hier zo. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ja, ik kan wel van alles en nog wat laten zien. Maar ik durf ook niks aan te raken. Hè? Aangezien ik straks dan weer de... Nou ja, goed. Doe dit. Hey, doe nog eens. Doe nog eens het Max. Maar in ieder geval, ik ga niks aanraken. Want straks valt er iets om en dan gaat het weer kapot. Of er zit weer een kras op. Je weet het wel weer. Maar in ieder geval, we gaan nu. Tenminste, Max gaat nu dat huisje helemaal afspuiten. Zodat het mos een beetje afgaat. Ben je helemaal nat? Ja, een bietje. Een bietje. Kijk. Even het dakje onder handen nemen. En dat stuk daar zo bij de buren heeft hij weggesnoeid. Want het groeide gewoon bijna in onze schuur. Ja, en dat moet je ook niet hebben, want dan komt het allemaal naar binnen gegroeid. Ik ga de andere kant uit. Ja, maar je spuit onder de pannen deur, hè. Dus je moet eigenlijk van boven naar beneden spuiten. Je moet van boven in beneden spuiten, je spuit onder door de pan en dan wordt alles zeker nog binnen, hè? Oh, sukkel! Je moet eigenlijk op die nok gaan zitten. Oké, okay, nu komt het hoor. Dat is even niet anders vaststaan, maar ook, want nu niet. Dan kan je dat ik boven op je trap zetten. Nu wordt je kont toch nat? Ja, zo mooi daar. Ik denk dat, dat jullie zo het circus in kunnen. Bijna vergeten de plinten boven, want die liggen er ook in. Dus die ga ik ook even laten zien aan jullie. Nou, we beginnen eerst even met het kleine kamertje, want die is eigenlijk nu een soort van af op de paar aansluitingen na. Maar ik verklaar hem voor af nu. Kijk. Top, mooi hoor, bij deze combinatie, heel fijn, je mag dus hier bezig, het ziet er nu zo uit, het dakje, en dan hopelijk komt het verbetering, ja het gaat er wel redelijk af nu. En onze kamer van mij en Max is ook klaar. Ziet er ook echt goed uit. Ik kan het alleen nu even niet met daglicht laten zien. Want platen zitten ervoor. Kijk. Ook mooi. Trouwens, ik zeg wel steeds dat kamertje is klaar. Maar eigenlijk ook weer niet. Want ik moet ook gewoon nog lampen fixen en zo. En dit is dat kamertje dat echt een totaal andere switch heeft gekregen. Ik zal ze even laten zien aan jullie. Kijk. Ik vind het wel heel vet hoor, dat wit met dat blauw. Dat vind ik echt heel mooi. Kijk.
Ja, het ziet er echt zo mooi uit. Ja, het is wit op wit, dus ja. Daar kan je niet zoveel fout aan doen, denk ik. Ja, hier zie je nog een paar witte vlekken. Maar dat is nog voorbij te werken. Want daar was al te veel uitgepikt. En dan is dat natuurlijk lelijk. Kijk, wat is dit? Dus dat moet nog helemaal bijgewerkt worden. Ja, dat zie je wel goed, want hier van onder. Daar zie je ook nog van dat, ja, dat is gewoon niet netjes. Maar dat is voor de volgende ronde hoor. Dat is meer even voor het bijwerken. Oh, hier zit er ook een. Kijk. Ik zie net dat hier nog een stukje verf. Maar ja, we lopen nog even langs. Kijk. Dus er zit ook nog een mooie schakelaar. Ja. Dus dat is boven. En hier... op de overloop is een klein stukje gedaan, want we hebben ook deels de oude plinten laten zitten, want ja, dat hoorde meer bij het kozijn, dus dat is wel mooier dan. En dan heb ik dit, is zeg maar het oude, en hier hebben we dat nieuwe, want dit stukje hebben we er toen bij gemaakt. Dus ja, dat is, ja, het hoort er gewoon bij. En dit stukje wordt ook nog even erbij gemaakt, dan moeten we even kijken of we dat mooi kunnen bijwerken. Ja, zo is het natuurlijk niet zo helemaal mooi. En dat geldt ook voor hier, want dit hoort dus, dit bedoel ik dus, dat dit hoort bij de trap. Dus als je dat weghaalt, dan wordt het eigenlijk best wel lelijk, denk ik. Raoul heeft even zijn plekje gevonden daar zo. Ik ga er even bij zitten. Ja. Want het is heel hard weg, hè? Oh, je zit hier ook wel lekker. Ja. Ik raak ook even mijn auto. Lekker bezig, Max! Ja. Kijk. Het scheelt alweer hoor, als er al wat onkruiden van tussen gaan. Dat is gelijk alweer wat mooier. En zo is het nu. Ik ben wel met een mesje bezig geweest hier zo. Maar ja. Dan ben je denk ik nog wel 5 dagen bezig. Kijk, dat heb ik hier zo neer, maar we hebben gewoon echt een hoge druk erbij gepast. Het gaat veel sneller en misschien ook wel veel beter. Dus. Hoi, ze zijn vandaag bezig geweest aan de keuken. En ik ga jullie even laten zien hoe ver ze dus nu zijn gekomen. Kijk, tot nu toe is dit de keuken. En dit het eiland. En Max, zou jij even laten zien hoe het blad eruit ziet? Oké. En dit is het blad. Ik weet niet of ik het goed op beeld ga krijgen. Ik zal hem even wat lichter zetten. Zo, kijk. Er zit een soort structuurtje in. In het echt is het wel wat donkerder, maar ik kan het nu niet zo goed op beeld krijgen. En de spoelbak en de kraan. En dat is koperrood. Of bronsrood of zo. Dus ja. In de volgende vlog gaan jullie zien hoe de keuken echt helemaal is geworden. Dus jullie hebben al een voorproefje gekregen. En de rest van de spullen die staan nog in huis. Maar ja, daar gaan ze morgen aan verder. Want ja, daar zijn ze vandaag niet aan toegekomen. En dat zijn deze spulletjes. Dus ja, ik ben heel benieuwd. En we gaan het zien. Max gaat wel voor jullie filmen, toch Max? Ja. Nou, morgen nu... gaat die rommel eruit hier. Ja, alle rommel weg. En we gaan nu al eventjes een wasbakje ophalen van, of via Marktplaats, want die hebben we nodig. Dus die hebben we voor 5 euro kunnen scoren. Dus bij deze, leuk dat jullie gekeken hebben naar deze weekvlog. En like deze video als je het leuk vond. En... ja, ik zou zeggen abonneer. En dan zien we jullie de volgende keer weer terug. Hopelijk. En dan met een keuken. En misschien wel zelfs de bank, dat die ook al staat. Want volgende week kunnen we eventueel de bank helemaal mooi gaan neerzetten. Plus de tafels en de meubeltjes. Dus ja, tot de volgende keer.